Nee. Nou, een paar jaar geleden was het nog de topless-lijn geweest. Ja. Ja. Dat waren nog eens tijden, Jan. Om niet te geloven. He? Toen kwamen wij ook wel eens op stroom. Ik kwam die trend niet uit. Jij? Nee, ik had zo'n knipkaart. Ja. En een verrekijker. Ja, dan ben je, ja. Maar ben je een strandganger, Jan, of niet? Ik heb wel. Ja, ik heb wel. Jan, ja. Jan gaat nog eens even een baantje zwemmen. Ja, laat even zien. Zijn daar beelden van? Laat even. Je bent echt een closer. Jij met die gasten, man. Hoe is het mogelijk dat we het al 100 keer hebben laten zien? Hey. Dat mensen het nog steeds leuk vinden. Dat is. Was je was echt ver geweest, hè? Ik had zeker een kilometer of 15 gezwommen. Ja, je was ver weg, hè? Ja, ja, ja. Ik bleef vanzelf drijven ook. Ja. Jan, nee, maar dat wou ik vragen. Dat is niet lullig bedoeld, hoor. Ja, natuurlijk wel, joh. Nee, dat is niet lullig. Nee, joh, ik ken je toch, joh. Nee, maar er is een koe. Er is een koe. 100 kilometer. Maar blijf jij ook drijven? Ja, 100. Ik zeg het net. 15 kilometer. Maar als jij een motortje aan je doet, toch? Ja, dat ging vanzelf. Ja. Dat is wel makkelijk. Het heeft ook voordelen. Dus luister, wat jij dan zegt, dat is het ergste van het ergste. Laat die foto van Johan eens even zien. Laat hem even... Die zijn ze kwijt. Ja, nee, die dikke bedoel je? Zo breed was hij. Ja, toen dreef hij ook, bedoel je? Ja. Ja. En dan gaat hij tegen mij aflopen, zei hij. Nee, niet te geloven. Nee. Maar we hebben het ook wel eens beelden van... Kijk nou. Ja. Ja. Nee, maar we hebben ook beelden van Johan wel eens laten zien... dat hij van de glijbaan ging uit zijn goede oude tijd. Gezien, ja, dat heb ik ook gezien, Johan. Die goede oude tijd was het. Ja. Ja, het is heel erg, dit allemaal. Het is wel hoog, hè? Zo. Maar weet je wat ik nou knap vind? Nou? Dat je met dit soort smakeloze humor 700.000 mensen kunt... Dat is werkelijk niet te geloven. Dit programma gaat echt helemaal nergens over. Maar wij zijn de helden van Smakeloos Nederland. Ja. Iedereen kijkt. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsight.nl. Doei!